79 deelnemers hadden zich gemeld voor de cross in Diegem. Een enorm veld op dat smalle parcours als straks de bospaadjes en in het park de smalle weggetjes worden bereikt. Toch, Van Bakel vooraan met Stamsnijder en Libouton. Ze zijn goed weg. U weet hoe belangrijk het is om een goede uitgangspositie te hebben als het veld bereikt wordt. Hier komen we dan bij de eerste moeilijkheid en het is Roland Libouton, de grote favoriet, die als eerste de trap afduikt, gevolgd door Van Bakel, door Stamsnijder. Hier gaat de Brouwer, dit is Hendricks, dan Thaler, Tielemans, Danny de Bie, Rudy de Bie, dan krijgen we Mark Verschuren en daar in het geel de Fransman Lavin. Dat zijn de eerste in deze snelle openingsronde. Libouton gaat keihard door. Hij is bezig aan een schitterend seizoen. Bijna even goed rijdt hij als zeg maar in het seizoen 83-84... toen hij praktisch onklopbaar was in de wereld van de veldrijders. Libouton op kop. Daarachter Danny de Bie en Stamsnijder. Dat zijn de eerste drie hier op dat parcours langs het voetbalveld. De eerste drie gaan door en we wachten op Tielemans. Daar komt de Brouwer en Van Bakel. Hier komt Lavin, Thaler, Hendricks, Rudy de Bie en dan Verschuren en als laatste Henk Baars. Het torentje in Diegem. De kopgroep van vier met Libouton, De Brouwer, Stamsnijder en Danny de Bie. Dat is de laatste en de tweede in het wereldkampioenschap. Dan even niets en dan komt een eenzame achtervolger, Frank Van Bakel. Die probeert aansluiting te krijgen. Achter Van Bakel heeft zich een groepje gevormd met Baars, Rudy de Bie, Lavin, Tielemans en Martin Hendricks. Dat is de laatste met het rug nummer 4. En hier Rijn Groenendaal. Hij passeerde na twee ronden als 22e. Heeft al 45 seconden achterstand en is kansloos. We kijken naar 25 minuten koers. Libouton is alleen en heeft één van de 79 deelnemers al een ronde achterstand gezet. Libouton, iedereen afgeschud, alleen aan de leiding. Dan volgt op luttele seconde De Brouwer met rug nummer 6. En dan de nummers 3 en 4. Henny Stamsnijder en Danny de Bie. Het ligt uit elkaar, het veld. En dat komt door het hoge tempo. Een groepje met Baars, met Hendricks, met Lavin, met Rudy de Bie en Van Bakel. Dat zijn de eerste 9 in de wedstrijd. Supporters voor Libouton te over. Hij verdient het ook. Hij beheerst de laatste weken zo'n beetje het veldrijden, zoals hij dat een paar jaar geleden ook deed. We zijn hier na 38 minuten koers. En hij komt hier voorbij, heel krachtig, heel stuurvast. En heeft dan 20 seconden voorsprong op Paul de Brouwer. Libouton, al winnaar van 3 crossen voor de Superprestige in Zarauz, in Spanje, in Rome en in Overijse de vorige week. En ook nu weer op weg, misschien naar een overwinning. Op 20 seconden Paul de Brouwer, zijn landgenoot in tweede positie. Dan krijgen we een achterblijver. En hier komt Henk Baars, die derde is. Gevolgd door Henny Stamsnijder. Gevolgd door Rudy de Bie. Dan Martin Hendricks. Dan weer even niet. Dit is Christophe Lavin. En de eenzaam zwoegende Rijn Groenendaal, die na een blessure een week rust moest nemen. En nu kansloos is en voor de tweede keer geen punten wint. We gaan dan weer even terug naar de achtervolgers. De amateurkampioen van België, Tielemans, komt voorbij. Frank Van Bakel met de fiets op zijn rug. Van Bakel hier, moeizaam seizoen tot nog toe. En met rug nummer 59, de wegrenner, op het eind, Jos op het eind, die gelost is. Dan Thaler, de wereldkampioen, Mercedes in dat groepje. En we zien daar ook nog Huubkoolts met rug nummer 11. In de afdaling Roland Libouton, 30 jaar, bezig op een revanche op de BWB, de Belgische Wielerbond. Want omdat hij het vorig jaar niet startte, dit is de Brouwer, mag Libouton in het aanstaande wereldkampioenschap in Zwitserland niet starten. We gaan naar de nummer 3 Baars, dan de nummer 4 Henny Stamsnijder. Hendricks zit daar ook nog bij en met 73 is dat Rudy de Bie. Libouton volhardt in zijn solo. Dit loopt omhoog en kijk eens hoe gemakkelijk die man bergop rijdt. Dan komt een groepje, want de Brouwer is ingelopen met Henk Baars. Met de Brouwer, Stamsnijder, Hendricks, Rudy de Bie en met nummer 45 Drakman, dat is een achterblijver. Er moet ruimte gemaakt worden natuurlijk voor de man aan de leiding, Libouton.
Nog 10 minuten koers. Hij komt hier uit het park en demareert gewoon in een ander ritme door. 28 seconden voorsprong kreeg hij maximaal op het groepje onder aanvoering van Baars. In tweede positie De Brouwer, daarachter Stamsnijder, Hendricks, Rudy De Bie. Ze geven gas, want ze naderen de 5 achtervolgers. Maar hier komt al de bel voor de laatste ronde. Nog 5 minuten, nog 1 keer duikt Libouton vanaf de weg het park in. Heel gevaarlijk, maar hij is tuurvast. Hij neemt ook weinig risico meer. En hier is het groepje met Baars, De Brouwer, Stamsnijder en Hendricks. Ze hebben Rudy De Bie eraf gereden. Ze zijn nog met z'n vieren. Is het tijd genoeg om Libouton nog te achterhalen? Nee. Daar komt Roland Libouton. Wint zijn 4e klassieker in het veldrijden. Dit seizoen dik verdiend. Wie wordt er tweede? Dat was de vraag. Een sprint of... Nee, Henk Baars heeft zich losgereden. Op 13 seconden wordt hij tweede. Derde De Brouwer. 4e Martin Hendricks. Hier is zijn finish. En 5e op 37 seconden wordt Henny Stamsnijder. Dit is de finish van Stamsnijder. Is de superprestige beslist? U hoort Roland Libouton. Nee, zeker niet. Kijk, rijden voor een klassement is een vieze zaak. Ik vind toch wel de laatste wedstrijd dat je dan pas kunt zeggen, kijk, ik ben eindoverwinnaar van de superprestige. Een klein fout is genoeg om heel het klassement in het honderd te smijten. Daarom ben ik heel voorzichtig daarmee. Maar ja, zoals je nu rondrijdt, kan je toch weinig gebeuren? Ja, natuurlijk. Kijk, ik heb een voordeel. Mijn vorm is zeer goed. Maar ja, kijk, ook de anderen mogen niet klagen. Henny Stamsnijder rijdt ook goed. Maar ja, kijk, zoals ik vandaag rijd, durf ik toch wel iedereen op revanche nemen. Kunnen ze je nog thuis laten voor het wereldkampioenschap? Ja, ik weet niet. Ik ben daar heel voorzichtig mee. Ik durf daar in feite niet veel op zeggen. Ik zal heel kort contact opnemen met meneer De Vuist. En ik hoop dat we heel rustig met elkaar eens kunnen babbelen. En als de BWB, de Wielerbond, nee zegt, wat doen de supporters dan? Ja, voor de supporters zijn natuurlijk wild. Maar ja, kijk, ik hoop dat er ergens toch een kleine kans bestaat dat meneer De Vuist toch, ja, hoe moet ik zeggen, een verzachte omstandigheden neemt. En dat hij toch zegt van, kijk, oké, je bent fout geweest, maar ja, ik heb toch enorm gepresteerd dit jaar. En dit is na de wedstrijd van vandaag de situatie in het klassement. Omdat superprestige Libouton dus aan de leiding met 92 punten. Dan Henny Stamsnijder met 82. Martin Hendricks 74. Paul De Brouwer 69. En Henk Baars op de 5e plaats met 60